op. Ik geloof dat de nederlaag heel pijnlijk is. Maar ik denk dat voetbal even bijzak was toen je zag dat Norbert Alblas naar de grond ging. Ja, ik hoorde net bij de mensen van ESPN en daarom ben ik ook naar de beelden gaan kijken. Op het moment dat Norbert Alblas wil ingrijpen, komt de speler van Roda vol met de knie in zijn gezicht. Dus in de 5 meter. Ja, is altijd een fout. Ik kon het niet zien van op de bank. Maar bij ESPN zei ze, ja, er was weinig, weinig commotie rond... rond de scheidsrechter. Ik zeg ja, spelers zijn bezig met de gezondheid van hun keeper. Maar ja, dit moet altijd afgefloten worden. Dat is jammer, want dan sta je eigenlijk, ondanks dat je redelijk voetbalt eerst zelf, tussen de linies een aantal kansen creëert, waaronder de beste denk voor Joshua Sanchez, sta je toch 0-1 achter. Tweede helft hebben we dat nog geprobeerd, maar Roda liep heel ver achteruit. Maken we toch een fantastisch doelpunt, denk verdiend op dat moment. En dan ja, de kwaliteit van Limbombe en Vente beslist dat het 1-2 is. Dus ik denk dat we heel weinig weggeven, maar toch 2 doelpunten slikken. Hoe gaat het nu eigenlijk met Norbert? Ja, wat ik hoor, een zware hersenschudding. Dus ik heb hem ook niet meer gezien na de wedstrijd. Dus laat ons hopen dat het allemaal meevalt. Maar op de beelden zie je echt wel dat de knie vol in het gezicht komt. Dus ja, ik hoop dat het bij een hersenschudding blijft en dat er geen breuken zijn. Dat hopen we allemaal. In de tweede helft tonen jullie eigenlijk wel veerkracht en herstellen jullie van de 1-0 achterstand. Want Rick die kopt de bal heel goed achter de keeper. Ja, en ook een goede actie denk ik van Yannick Leliendaal en maken hem een fantastisch doelpunt. Alleen ja, je voelde bij hen constant als ze dan richting ons doel kwamen dat er dreiging was. En dat ze toch wel bepaalde kwaliteiten hebben. En het is wel heel jammer dat je dan die 1-2 nog slikt op het einde nog wat... kracht vooraan bijgebracht en hopen dat er eens een bal goed valt. Dat was jammer genoeg niet het geval. Marco, je rentree in het rood-wit. Helaas niet met het juiste resultaat. Nee, klopt. Helaas niet met de punten vandaag. Alhoewel denk ik dat we goed op 1-1 komen. Dus ja, helaas geen 3 punten. In de eerste helft zat je nog op de bank, maar dan gebeurt er toch een bijzonder moment. Norbert Alblas gaat naar de grond. Hoe reageerden jullie daarop? Ja, geschrokken natuurlijk. Ik zag niet precies wat er gebeurde. Ik zag dat die bal de goal inging en ik zag dat hij op de grond lag. Dus ja, we schrokken allemaal wel. En ja, dan denk je gelijk dat hij iets aan zijn hoofd heeft, want hij lag op de grond. En ja, dan hoop je eigenlijk dat het meevalt. Maar hij werd toch gewisseld en ja, ik hoop dat de schade meevalt voor hem. Dat hoopt iedereen. 10 minuten voor tijd kom je het veld in na de 1-2. En was het toen een alles of niets poging voor jullie om nog een punt eruit te slepen? Ja, ik denk gewoon slotoffensief. Je gaat wat opportunistischer spelen om iets te creëren. Ja, je staat 2-1 achter, dus je probeert nog wat te forceren met lange ballen. En ja, helaas hebben we niet kunnen scoren of een 2-2 kunnen maken. Al moet ik wel zeggen, ja, het is wel een compliment voor ons dat Roda zoveel tijd rekt. En dat ze... Ja, dat ze met de keeper en met de spelers op de grond liggen nog proberen zoveel tijd te rekken en de wedstrijd over de streep te trekken. Dus ja, ik denk dat we er alles aan hebben gedaan op het eind. Helaas moet het dan ook net die bal goed vallen. Dat was niet het geval. En ja, helaas hebben we geen punten vandaag. Na de 1-1 had je ook het gevoel dat Roda iets meer vooruit begon te drukken toen? Ja, ze zakten heel ver in en we maken 1-1. En toen hadden ze echt zoiets van, ja, nu moeten we. En toen moesten wij, en dat is ook geen schande dat je tegen Roda achteruit moet, toen moesten we achteruit. Maar nogmaals, we beginnen er 2-0. Nog een van de wedstrijden, wat ik altijd zeg, waar we kansloos verloren. Ja, vandaag gaat het zomaar anders kunnen uitdraaien. En hebben we toch minimaal onze voet naast Roda kunnen zetten. En hebben ze toch heel hard moeten knokken om hier 3 punten te pakken. Dus ik denk dat we ons wel ontwikkelen. Alleen wil je die wedstrijden dan ook naar je hand zetten. En dat is nog een werkpunt. Na de 1-2 breng je Marco Maletis nog in. Een alles of niets poging, helaas mocht het alleen niet baten. Nee, maar ja, okay, hij is nog maar pas bij de club en dan moeten we ook zo slim zijn. We gaan met 3 achteraan spelen, dan moet je de bal zo snel mogelijk in die in de 16 meters droppen om op die tweede ballen te gaan speculeren. Want zij moeten achteruit en je hebt een wapen bij. Toen gingen we nog iets te vaak achteruit spelen, dan moet je gelijk opportunistisch spelen. En zeker aan de kant van, van de diehards, om het zo te zeggen. Dan moet je dan powerplay spelen, zodat Roda toch nog gaat wankelen. Dat hebben we iets te weinig gedaan. Peter Bijvelt is van deze week bekend geworden dat hij de club gaat verlaten. Wat merk jij daar op dit moment van? Of wat zijn de gevolgen daarvoor? Ja, de gevolgen kunnen we nu nog niet inschatten. Dat hij een heel belangrijke pion is
volgend jaar was voor deze club is wel duidelijk. Hè. Voor mij persoonlijk is het een grote aderlating. Mijn klankbord en iemand die, die altijd ondersteunend naar mij werkte, waar ik ook alles bij kwijt kon. Dus voor mij gaat het wel winnen zijn, want het is een van de beste, misschien wel de beste waar ik al mee gewerkt heb. Maar ik vind het raar dat ze niet vroeger hem op het spoor zijn gekomen. Ik gun het hem heel hard, maar ik ga hem wel missen. Werden jullie door dat tijdrekken uit jullie ritme gehaald of niet? Nee. Ik vond alleen dat, dat misschien de scheids had kunnen optreden door gewoon geel te trekken. Maar goed, dat is aan hem. Je bent nu terug bij de club. Hoe is het voor jou om weer terug te zijn op het oude nest? Ja, heel goed gevoel natuurlijk. Altijd goed gevoel gehad bij Top Os. Ik ben hier vanuit hier ook ben ik naar de Eredivisie gegaan. Dus ik heb een goed jaar gehad. Altijd goede herinneringen gehad aan de club eigenlijk. Dus heel mooi en heel blij om weer minuten te maken. Wat hoop je dit jaar nog te bereiken met het team of voor jezelf? Ja, voor mezelf gewoon om minuten te maken natuurlijk. En met het team om elke wedstrijd optimaal resultaat te halen. En elkaar natuurlijk ook beter te maken. En gewoon als collectief natuurlijk zo hoog mogelijk proberen te eindigen.